welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe make-up collectie. Morphe is eind vorig jaar uitgekomen met een collectie in samenwerking met Pony. Ik kan haar naam niet uitspreken. Het is Pony Constellation. I'm not sure. Ik weet niet hoe ik het uitspreek, maar zij is een prachtige influencer. En zij is uitgekomen met een oogschaduwpalet en een lipstick set in samenwerking met Morphe. Ik heb het ontvangen in PR. Het ziet er echt prachtig uit. Ik was aan het twijfelen of ik er echt een hele video over wilde gaan maken of niet. Maar ik vind het best wel een uniek paletje. Ondanks dat het niet echt per se een hele grote collectie is of zo, slechts 2 producten, dacht ik, weet je wat, laat ik er gewoon een video over maken. Ik plaats toch 4 video's in de week. Laten we er gewoon 1 dedicated aan deze collectie. Want hij is wel echt heel mooi vergeleken met de andere paletjes van Morphe. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, het zijn dus slechts 2 producten. Oogschaduwpalet en een lipstick set. Dus mijn hele gezichtsmake-up heb ik al gedaan. Ik zag wel net dat er in het oogschaduwpaletje ook highlighters zitten. En nou heb ik al een highlighter aangebracht. Maar whatever, we gaan die gewoon zo meteen er gewoon weer op aanbrengen. Niet dat ik eventjes goed mijn onderzoek doe voordat ik de video begin. Nee, ik ga me eerst helemaal opmaken en dan pas ga ik even het paletje goed bekijken. Oké, we gaan nu beginnen met het paletje. Dit is het Morphe X Pony Sky Artistry Palette. Nou, wat me gelijk opvalt is deze prachtige verpakking. Heel heelalachtig, een beetje een paars pastel heelal. Alles in deze collectie is heel paars pastelachtig. Dit ziet er top uit. Het paletje is ook best wel groot. Het is ongeveer even groot als het James Charles paletje ter referentie. Het paletje kost ook iets meer, €49. Terwijl hun normale paletjes zijn rond de €30. Maar we krijgen wel 39 kleuren in plaats 35. Dus 4 kleuren meer. Ik weet niet of dat het dan per se waard is, maar toch. En dit is dan gewoon hoe het paletje eruit ziet. Weer heel mooi paars pastelachtig. Jongens, ik ben echt obsessed met heel deze verpakking. I love it. En dan binnenin krijg je 39 prachtige matte en glanzende kleuren. En ook een aantal highlighter kleuren. Is dit niet echt wowie? Kijk even dit. De middelste kleuren zijn dus highlighters. Maar je kunt ze ook gewoon gebruiken als oogschaduw of wat je ook wilt. Kijk even deze kleur hier. Wat is dit? Dit zijn een beetje zo van die swirl-achtige kleurtjes. Dat heb ik nog nooit gezien in een paletje van Morphe, zover ik weet. Ik vind het wel echt heel mooi. Het zijn neutrale kleuren, maar ook wel weer unieke kleuren. Mix van uniek, maar ook wel weer neutraal en heel draagbaar. Dit ziet er echt top uit. Ik ben echt vooral benieuwd naar deze 2 hele aparte kleuren. Dat vind ik wel echt leuk gedaan. Ik weet niet of het heel raar is dat ik dit ga zeggen, maar ik heb nog helemaal niet geswatcht, niet gebruikt, niks. Maar als ik gewoon naar de kleuren kijk, gewoon puur en alleen naar hoe ze eruit zien, lijkt de kwaliteit beter te zijn. Als ik zo kijk naar de matte kleuren hier, ze zijn echt heel intens, heel donker. De glanzende kleuren hier zijn echt heel glitterig. Dus als ik er alleen al naar kijk, lijkt de kwaliteit al beter. Maar ja, dat gaan we dus zo meteen helemaal testen. Ik ga even een paar kleuren swatchen. Ik ga deze swirl kleur swatchen. Kijk hoe mooi deze kleuren zijn. Vooral deze matte paarse kleur. Wat is dit? Deze middelste kleur is dus die swirl kleur. Heel mooi goud. Oké, ik zie hier ook staan dat er ook blushes in zitten. Ik weet niet precies wat dan de blush moet zijn. Misschien deze matte kleur of zo. Dan is het echt lekker 1 kleur. Maar ja, in principe, je kunt als het gaat om poeder altijd gewoon alles gebruiken voor alles. Blush, highlighter, oogschaduw, doe wat jij wilt. Maar het wordt echt wel online gepromoot als ook een gezichtspalet. Maar ja, ik denk dat ze dat gewoon doen om ook gewoon de hogere prijs te rechtvaardigen. Naar mijn mening is dit gewoon een oogschaduwpalet en klaar. Oké, jongens, ik wil denk ik een hele mooie beetje paarse, roze, smoky look maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd, klaar om te beginnen. Ik heb al geprimed met concealer en gezet met poeder. Dus mijn ogen zijn helemaal klaar voor de oogschaduw. Ik ga beginnen met deze licht roze matte kleur, die heet Mood. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads en die gaat in mijn hele arcadeboog. En lekker hoog ook. Ik trek het ook best wel ver zo naar buiten, want dat vind ik wel mooi. Dan ga ik in met deze paarse matte kleur hier, die heet Bora. Die paars is heel apart. Het is een beetje een felle pastel paarse kleur. En die gaat ook weer in mijn arcadeboog. En ook weer lekker hoog. En dan maken we alles iets meer paars. Dan pak ik de iets donkerdere paarse matte kleur, die heet Mas. Die kleur breng ik aan met deze Zoeva 224 Fluffy Quads. Is ook een Fluffy Quads, maar iets kleiner dan die andere. En ook deze kleur gaat in mijn arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die 2 kleuren van net. Oké, die kleur is een klein beetje patchy. Ik weet niet of je het kunt zien, maar je ziet hier zo'n kaal plekje. Die andere 2 kleuren waren dat niet. Dan pak ik weer die licht roze kleur Mood. En dan breng ik die weer een klein beetje terug aan op de randen. Dan ga ik in met deze hele donkere paarse matte kleur, die heet Stardust. En die kleur breng ik aan hier in de buitenste ooghoek.
Deze breng ik aan met mijn Boozy Shop UP24 platte fluffy kwast. Wauw, die kleur is echt heel mooi. Deze kleur is echt wow. Ik had het niet verwacht, vooral omdat die kleur van net een klein beetje patchy was. Werd ik een klein beetje bang. Maar dit is echt heel mooi. Ik breng even dit paars oogpot een loodje van NYX Cosmetics aan in mijn onderste waterlijn. Dit is in de kleur Fierce Purple. En dan ga ik in met deze donkere blauwe matte kleur. Die heet Bamboo. En ik weet niet of dit mooi gaat zijn, maar die kleur ga ik zo aanbrengen op de onderste wimperrand. Die kleur sprak me gewoon echt aan. Ik wilde hem echt graag gebruiken. Oké, en dan ga ik al deze paarse matte kleuren ook weer aanbrengen op de onderste wimperrand. Daarmee ga ik die blauwe kleur een beetje uitblenden. Dan wordt hier een beetje een mix van blauw en paars. I like it. Ik vind het heel apart. Ik ga nou een halve cut crease maken met concealer. Ik gebruik deze concealer ook van Morphe in de kleur C2.15. Dan ga ik nu in met deze glanzende blauwe kleur. Die heet Lavendel Shower. Ik maak ook mijn kwast nat met fixing spray, want dan wordt de glans wat heftiger. En die wil ik aanbrengen hier op mijn ooglid, op de cut crease. Van het begin tot aan de helft ongeveer. Wauw, heel mooi. Een beetje holographic-achtig. Daarnaast wil ik deze glanzende kleur aanbrengen. Die is paars, die heet Ruby. Deze glanzende kleuren hebben wel echt een beetje fallout. Dan pak ik weer die donkere paarse kleur Stardust. Dan breng ik die hier weer een klein beetje terug in de buitenste hoek. En dan blend ik het in met die glanzende kleur. Dan ga ik in met deze aparte swirl kleur. Die heet Nebula. Wauw, deze is zo glitterig. Kijk dit. Het is echt een beetje een glitterige kleur. Een beetje een topcoat ofzo. En die kleur wil ik een beetje aanbrengen hier zo in de binnenste ooghoek. Wauw. En ik breng ook best wel veel aan. Meer dan dat ik hier normaal zou doen. En dan wil ik die kleur ook een beetje aanbrengen hier zo op de onderste wimperrand. In de hoek een beetje zo. Voor een beetje glitter daar. Ik breng even iets meer terug van die blauwe kleur Bamboo. Jongens, en dan is het klaar. Kijk hoe mooi dit is. Wauw. Terwijl ik me aan het opmaken was, ging ik een beetje op en neer van vind ik het goed, vind ik het niet goed. Maar op zich, dit is wel echt heel erg mooi geworden. Oké, daar ben ik weer. Obsessed met deze ooglook. De wimpers die ik op heb zijn gewoon echt random wimpers van Shein. Zijn echt heel erg mooi. En ik heb een beetje mascara aangebracht op de onderste wimpers. Nou wil ik ook een kleur gebruiken als highlighter. Ik denk dat deze kleur hier het geschikst is voor mijn huidskleur. Die heet Moonstone. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga die ik al op heb er gewoon een beetje afdeppen met mijn spot. Heel mooi. Deze lijkt op die ik net op had. Oké, je kunt echt zeker te weten gebruiken als highlighter. Kijk hoe mooi. En je hebt echt heel veel verschillende kleuren. Ook voor de donkere huidskleur, de lichte huidskleur. Dat vind ik wel echt ideaal. Er is echt rekening gehouden met echt huidskleuren. Dus dat is echt top. Kijk hoe mooi. Love it. Ik ben echt obsessed met deze look. Ik had het zo niet verwacht. Oké, dan zijn we klaar met het paletje. Nou gaan we in met de lip kit. Dit is de Morphe X Pony Sky Lip Jelly Trio. Deze verpakking, jongens, ook weer echt fantastisch. Echt een pastel fantasy. Je krijgt drie kleuren. Paars, blauw en roze. En dit zijn niet gewoon normale lipsticks. Het zijn een beetje transparante lipsticks. Gewoon een soort van tint van kleur. En ik denk dat die beslissing ook heel goed was geweest. Want ik denk niet dat er iemand is die zo een felle pastelkleur wil hebben op de lippen. De verpakkingen zijn wel echt heel erg cute. Laten we eentje openmaken. Ik begin met deze paarse kleur. Oh, hij is zo blauwig. Wacht, ik ga ze gewoon even allemaal openmaken. Ik ga stuk de lipstickkleur erin. Matcht niet per se met de buitenkant. Kijk dit hoe apart. Ik ga stuk... Dit is zo apart. Het doet me wel een beetje denken aan kindermake-up. Alsof ik zo'n kind make-up kit heb gehaald of zo. En het doet me eigenlijk gewoon een beetje denken aan een lipbalm. Ik ga ze even alle drie doen op mijn hand. Ja, je ziet echt niet eens kleur. Oké, jongens, je kunt ze echt amper zien gewoon. Ik ga stuk. Ik ga ze gewoon even aanbrengen. Ik begin met deze. Ja, jongens, je ziet echt niks hoor. Het is gewoon een transparante lipbalm. Er zitten voedende ingrediënten in, zoals avocadoolie. Ja, ze voelen ook wel echt heel voedend aan. Gewoon echt een lipbalm. Dit is de andere kleur, maar nogmaals, weer geen verschil. Die kleur maakte mijn lippen wel ietsje roziger. En dan als laatste de blauwe. Je ziet echt een extreem lichte blauwe hint erdoorheen. Dit slaat echt nergens op. Het zijn gewoon letterlijk drie lipbalmpjes. Je ziet amper verschil. Ik had het fijner gevonden als ze met pastel lipglossjes of zo waren uitgekomen. Want dit slaat echt op niks. Als je gewoon op zoek bent naar drie doodnormale lipbalmpjes, dan kan dit misschien gewoon iets zijn voor jou. Maar verwacht hier absoluut geen kleur van of iets unieks.
Het is gewoon een doodnormale lipbalm. Oké, jongens, dit was het dan. Wat vinden we van deze make-up look? Ik ben heel benieuwd of jullie het weer mooi vinden. Let me know beneden in de reacties. Ik vind het echt een prachtige collectie. Ik hou van de vibe. Zo heelal-achtig, pastel, paars, etc. Het is echt gewoon een goed paletje. Ik raad hem ook gewoon aan. Het is gewoon iets minder wauw dan dat ik had verwacht. Maar dat heeft weer te maken met mijn eigen verwachtingspatroon. Die was ook echt gebaseerd op helemaal niks. Maar je kunt hier echt wel prachtige looks mee maken. Ja, deze lipbalm set. Dat is gewoon hoe ik hem nu noem. Een lipbalm set. Je kunt die wel overslaan. Het zijn gewoon lipbalmpjes voor 27 euro. Ja, nee. No. Ik zou gewoon alleen maar gaan voor dit paletje als deze kleuren je aanspreken. Het is echt heel mooi. Ik ben echt heel blij met deze make-up look. I love it. Let me know wat jij van de collectie vond. Van de make-up look. Van heel deze video. Beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Ik vind het altijd heel leuk om jullie reacties te lezen. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!